naar het douchegebouw eventjes mijn gezicht wassen en mijn haar kammen. Wij zijn trouwens op Hoeve Krekelberg. En jullie horen misschien nu een vliegtuig, maar wij zijn volgens mij ook dicht bij het vliegveld van Maastricht. Dus soms dan vliegen de vliegtuigen best wel laag over de camping heen. Ik heb er geen last van, maar daarnet vloog een vliegtuig overheen. Toen dacht ik, nou volgens mij staat hij nu voor de caravan. Het douchegebouw. Ik ga ook even mijn fiets ophalen. Er staat dat hij van 11 uur 's avonds tot 7 uur is gesloten. Nou, het is ondertussen 9 uur. Ja hoor, hij staat er nog. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is een nieuwe dag. En het is een beetje bewolkt en een beetje regenachtig. Dus ik denk het maar even naar. Lange broek aan doen. Even kijken voor een trui. Ali zit buiten. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Geen idee wat hij aan het doen is. Wat doe jij? Nou, even achter de laptop. Oké. Nou, ik ga maar. En ik heb net mijn fiets opgehaald en mijn gezicht gewassen. Maar dat hebben de kijkers volgens mij allemaal al gezien. Jij de vlog geopend? Ja, maar het maakt niet uit, want het wordt hier gewoon twee keer geopend. Eén keer door mij en één keer door jou. Dat is ook wel eens leuk, toch? Oké. Nou, ik sta in mijn nachtpomp. Oh ja. Het lijkt wel een nachtpomp. Nou, ik ga me aankleden. Ja. Ali is gezellig binnen gezitten. Wauw. Walnootjes. Walnoten heb ik er opgedaan voor je. Lekker. Nu hoop ik dat je het wel opeet, want gisteren zat je ervan te kokhalsen. Ja. Oh. Toen zaten er geen walnootjes in, maar weet je wat is? Ik ben smoothie gewend, dus... Ja, ja, maar we en hebben die kiwi een, was heel zuur. Ja, maar we hebben een, van een kijker een blender, oh ja. Een kleine blender tip gekregen. Dat is waar. Ja, die zijn we nog niet tegengekomen. Maar weet je, als wij gewoon alles aan willen schaffen wat we nodig zijn, dan moeten we een mega caravan gaan. Moeten kopen. We er nog één bij, dan zetten we daar de spulletjes in. Ja. Maar dat leek me wel handig. Ja, maar mij ook. Weet je wat het dan weer is? Dan wil je zo'n zak met diepvriesfruit of zo. Ja. Want dat doen we altijd in de smoothie. Past niet in de diepvries. Daar hebben we geen vriezer weer voor. Nee, dus... het zijn allemaal praktische zaken waar wij tegenaan lopen. Het is allemaal moeilijk. Het is heel moeilijk. Moeilijk. Het zonnetje breekt een klein beetje door, maar ja. wij zijn lekker binnen gaan zitten voor het eerst deze vakantie trouwens. Ja. Want het waren echt hete dagen. Ja. Dus wij gaan nu lekker even tv kijken. S'morgens 9 uur of 9:50, hoe laat is ja, het? Ja, maar weet je, dat doen wij, dat hebben wij nog niet gedaan. Oké, het is 9:15, we gaan heerlijk televisie kijken. Nou, even iets terugkijken, dat is toch gezellig? Ja. Wij hebben volgens mij al een week geen tv meer gekeken. Nee, dat klopt. Dus we gaan gezellig even tv kijken inderdaad. Ja. Ontbijten en tv kijken. Een droge maar. Au. Het duurt nog wel even denk ik, want dit is natuurlijk nu niet gecentrifugeerd. Er hangt best wel een... donkere lucht.
donkere wolken. Maar op zich is dat ook gewoon een keer niet erg, want wij hebben prachtige dagen achter de rug en een beetje verkoeling is ook wel lekker. Ik vind het niet heel erg. Het is nu wel lekker weertje zo, want jij hebt gewoon je lange broek aan. Jij hebt trouwens mijn schoenen aan en ik heb die van jou aan. Ja, deze stonden hier en daar ben ik zo ingestapt. En ik ging even afwassen. Wil jij een beetje water pakken in die koker? Ja. Ik ga even water tappen. Ja, dankjewel. Wij zijn begonnen aan een fietstocht. Ja, deze, dat is de Beekdalroute. Die kreeg ik bij de receptie. En er staan de knooppunten staan hierop. En die begint gelijk vanuit de camping op nummer 24. Dus hartstikke leuk. We gaan deze even fietsen. Het is ongeveer 25 kilometer. En ja, nu al leuk. Nou, we zijn net op pad. De route is officieel 50 kilometer, maar wij gaan hem inkorten tot 25. Ja, je hebt een noordlus en een zuidlus. En wij doen nu de noordlus. Oké. Nou, hij begint in Schinnen. Camping af rechts en je bent in Schinnen. Oh. Leuk. Een zorgvilla. Is het allemaal? Oh, dit is die bier. Daar had de buurman het over. Oh, is dit de bierbrouwerij? Ja. Hij zei dat ligt zo vlak bij de camping. Leuk om een keer te doen met de rondleiding. Dus ik wou jou daar een keer mee naartoe nemen. Oké, nou, gaan we doen we dat, dat doen gaan we. We dat ook nog doen. Oké, wacht goed even. Goed eten, goed drinken, geerzin staat erop. 86 is zo. Hè? Zo. De grond zo in? Moeten we hier, ja, de grond in. Dus dan moeten we hierin. Wauw, het is hier prachtig joh. Alfa Brouwerij. Wat leuk. Wat leuk hier. Oké, nou dan. Klimt die straat. Ja. Nou, daar gaan we dan. Wij zijn even gestopt bij Boom. Geen idee waar wij zijn. Ik denk dicht bij de camping, toch? Ja, we zijn wel heel dicht bij de camping. Volgens mij iets van 3 kilometer verderop en dan zijn we er alweer. Maar wij hebben een café latte besteld. Zin in. Lekker bakje. Het is best wel koud op de fiets. Tenminste, vinden wij. Of tenminste, Ali heeft het een beetje koud, want die heeft een korte broek aan. En, dus we zitten heerlijk in de zon even op te warmen. Nou, ja, dat is wel lekker zo. Ja. Nou, kijk eventjes, wij krijgen gewoon een bordje met kersen van onze buren. Ja, dat is echt super lief. Heel lief. Wordt net gebracht. Ja. Ik ga eens even een beetje spoelen. De buurvrouw zegt van ja, wij hebben net gefietst en toen kwamen ze een kersenkraampje tegen, maar die mevrouw die verkocht ze alleen voor 1 kilo. Dus wij krijgen zo even een bordje met kersen.
Is echt lekker. Ja, maar ook heel lief. Ja. Hap. Ze zijn goed. Mm-hmm. Echt kersensmaak. Mm-hmm. Hier zat het. Oh, hier heb je het wel aardig uit. Ja. Hier zit het. Ja, mensen. Hang maar in de zon. Je kan de zon het werk doen. Ja? Ja, afspoelen nog. Nou, dit gaat er niet meer uit. Nee. Echt. Eén keer aangehad. Twee keer. Twee keer aangehad. Nou, weet je, ik had die kerst tussen mijn voortanden gedaan. En toen ging ik erin bijten. Oh ja, slim ook. Weet je, het is een shit. Ja, het is een shit. Je leven hangt er niet van af, hè? Nee. Zo, even tegen de buurvrouw zeggen, dat is lekker waar. Ze waren lekker. De buurvrouw van verderop bracht ook kersen. Super lief. Maar deze kersen zijn geplukt. Die hebben ze zelf geplukt. Kijk, die kersen die waren gekocht. Ja, die had de buurvrouw gekocht. Ja, dat was deze een andere buurvrouw. Maar zijn dit dezelfde kersen? Heb je bijvoorbeeld soort... Verschillende soorten nou, deze lijken wel groter en roder. Ik ga even kijken. Ga even maar even. Er staat hiernaast de camping een kersenboom. Wij hebben het nog niet gezien, maar weet je, de kersen worden naar ons toegebracht, dus. Nou? Lekker? Merk je verschil met die andere kersen of niet? Deze zijn wat zoeter. Zoeter. Oké. Okay. Nou, ik durf het niet meer te eten, maar kijk hier aan mijn shit. Die hebben we net even een beetje uitgewassen. Maar ik zie het er nog steeds in zitten hier. Misschien als de zon komt. Dat het eruit bleek. Ja. Even kijken wat oma zegt. Oma weer raad. Ja. Is het eruit gegaan of niet? Ja, geen idee. Wow, wat is dit nat. Ja, maar als ik ga knijpen dan kan je het sowieso niet meer aan. Ik heb geen strijkbout. Dus ik daag. Zie je geen vlek meer? Nee, ik ook niet. Dus ik hang het even zo. Nou, kind kan er was doen. Kind kan er was doen, inderdaad. Nou, okay. Eet ik ook eens een keer kersen. Ja. Wij gaan naar de winkel. Wij gaan even eten kopen. En het is... 5:15. En dan kunnen we heerlijk maaltijd maken. En dan zijn we misschien eens een beetje vroeg. Alles daar. We gaan op de fiets naar de Co-op. Ja. Oké, we gaan naar de Co-op. In Schinnen? Ja. Ja, in Schinnen. Ali wou een plantje, maar alle plantjes die daar stonden, die waren een beetje dood. Toen zeg ik, we kunnen ook lekker munt kopen, dan maken we daar thee van. En het staat ook wel gezellig op de tafel, toch? Ja, dat is ook leuk. Maar ik weet niet of munt heel lang houdt in de zon. Nou ja, dat weet ik ook niet, maar dan kunnen we er thee van maken, toch? Maar de Co-op is dus echt volgens mij iets van 900 meter verderop, bij de camping vandaan. Ja, dat is echt top. Dus dat is ook handig. Stuur op je fiets is ook handig. Ja. Zal ik even het plantje vasthouden dan? Oh ja. De geboorte van een muntplant. Nou, kijk eens even. Voilà. Hij is ervoor gemaakt. Echt hè? Ik vind het wel gezellig staan leuk ook. Leuk dit. Superleuk. Heel leuk. Lekker theetjes drinken. Gezellig ook. Deze doen we even hierbij zo.
Ik kan dit bordje weer naar de buurvrouw zometeen. Even afwassen. We kunnen ook die andere kersen even overdoen in een eigen schaaltje. Dat die andere ook naar die andere buurvrouw terugkomt. Oh ja, brengen we straks alles weg met de afwas. Ja, gaan we dat doen. Maar het staat wel leuk. Het staat mega gezellig. Wat heb je? Belgische bonbons. Kiep. Yoghurt. Wat eet je? Curry madras, maar dit is voor morgen. Ja, die waren twee voor, weet ik veel. Dus we hebben er twee genomen. En wij eten vanavond de wraps. Mexicaanse stijl. En wat zit daarin? Paprika, wrapjes, mais, ui, knoflook en een sausje. En dan moest je zelf kip en kaas toevoegen. Ja, dat gaan wij eten. Lekker, zin in. Ik ook. Ja. Een kiwietje, een rafeltje. Ik ben zo blij met deze tas nog steeds. Ja. Die hebben wij nu al zo vaak gebruikt. Echt, er kan mega veel in. Hij is heel groot. En hij zit ook echt heel lekker op de rug. Ja, door die kussens. Ja. Ja, het is echt lekker. Dus. En waterdicht. Ja, we hebben hem nog nooit in het water gebracht. Ik heb er nog nooit mee gezwommen. Jij? Nee, we hebben nog nooit naar regen gebracht. Nee, maar luister. Het grootste voordeel van deze tas is gewoon echt dat er heel veel in past. Ja. En aangezien wij nu bijna alles op de fiets doen. En een super grappig kleurtje. Lekker fris, lekker zomers. Lekker zomers, ja. Oké, doe de kip maar even in de koeling. Dan ga ik eerst even snijden, snipperen. Ja. Alle groentes zijn gesneden. De kip ben ik aan het bakken. Nou, hier staat op hoe je het doen moet. Alleen nog een beetje water aan het eind toe te voegen. Dat is het eigenlijk. Het is heel makkelijk. Echt camping. Ruikt verrukkelijk. Ik denk dat het ook wel lekker is. Maar, even een vraagje. Ja. Heb jij die wraps dan ook nu kunnen verwarmen of niet? Nee. Of kan dat ook gewoon koud? Je hebt gewoon vaker een wrap koud. Ja, maar die verwarmen we toch altijd even in de oven? Nu niet. Nu is het camping. Lekker hoor. Het stond er ook niet op hoor, dat het moest. Beetje geraspte kaas eroverheen. Altijd goed. Kaas is leven. Het is vandaag Nationale Vlekjesdag. Vlekje. Nelly komt terug van de afwas en ik zeg tegen haar, wat zit er nou op jouw trui? Nou, wat zat erop? Tomatensaus. Dan zat ze vanmiddag nog over mij te klagen. Dat ik vaak vlekken maak in de kleding. Ja. Nou, ben ik even blij dat jij nu ook een vlek hebt gemaakt. Ja. Een slabbetje. Maar deze trui heeft sowieso veel vlekken. Veel vlekken gehad. Want ik heb er ook een keer kurkuma op geknoeid. Ja. En nu tomatensaus, dus... Is er uiteindelijk toen wel uitgegaan. Mm-hmm. Het lijkt erop dat deze er ook uitgaat, of niet? Het is nog een heel klein vlekje. Ik denk dat wij een wasmachinetje mee moeten nemen de volgende keer. Kunnen wij niet in dat onderste kastje een klein wasmachinetje laten bouwen? Zijn de mensen die kleine wasmachinetjes kunnen bouwen in een caravan? Laat het even weten. Die dan ook gelijk een vaatwasmachine. Dat kan dan in dat andere kastje. Oh ja. Nee, want dan heb je geen contact meer bij het... Maar heb jij nu contact gehad? Ja, met een meneer van 80 jaar. En die kreeg het over een vaatwasmachinetje. Hij zei dat er campings waren met een vaatwasser. Toen zegt die meneer, dat zou verboden moeten worden. Toen zeg ik, vind jij afwassen zo leuk dan? Nee, hij vond dat kamperen back to basic was. En toen zeg ik, oké, maar kampeert u dan ook in een tent? En toen zegt hij, nee, maar ik heb heimwee naar mijn oude De Waard tent. En waar kampeert hij nu in dan? In een caravan. Want de conditie van zijn vrouw ging achteruit. Ja, dat kan. Wat lievig. Wat zeg je nou? Schattig. Schattig? Ja.
vind ik schattig. Is dit ook een wastechniekje van vroeger? Denk het niet, ik heb het nog nooit gezien. Het helpt wel. Ik druk het denk naar de achterkant. Nou, er zit de vlek van binnen. Ga je gang, ik ga even verder met vegen. Het is bedtijd. En het is flink laat geworden. Het is volgens mij iets van 11:15. Maar dat wordt eigenlijk een beetje normaal nu. Vakantietijd. We kunnen ook lekker uitslapen. Alhoewel morgenochtend niet. Want dan gaan wij om 8:00 naar de bakker. Ja. Wie heeft die tijd verzonnen? Geen idee. Niet iemand die vakantie heeft. Ik denk. In ieder geval. Ik denk dat die bakker, en die winkel gaat om 9:00 waarschijnlijk open of zo. Nee, een bakker gaat al vroeger open. Ik dacht, nou, dan komt hier dus een bakkertje op de camping, maar die komt van 8:00 tot 9:00. Dus daarna is hij er niet meer. En die bakker moet echt super zijn. Ja, vlaaitjes, dus, verse vlaai, brood. Broodjes, dus wij dachten, wij gaan naar die bakker. Ja, logisch hè. Maar 8:00 tot 9:00. Ja, hallo. Ik vind het ook een hele vroege activiteit. Een heel vroeg broodje. Ja, maar ja, dat heb ik ervoor over. Ik heb zin in vlaai. En ik vind ook als je in Limburg bent, dan moet je gewoon vlaai eten. Dus dat gaan wij doen. Welke koop je? Rijstevlaai. Dacht ik al. Nou, ik weet niet wat er is, maar als rijstevlaai er is, dan wil ik die wel. Maar als het van die kleine vlaaitjes zijn, dan doe ik niet meer... Die eten ze hier alleen, hè, maar... Nee, de vorige keer hebben we er 2 besteld, maar dat vond ik ook te veel. Doen we gewoon 1 zo'n flaaitje. En dan is het ook gewoon leuk en dan kunnen we misschien de dagen na ook nog een keer flaai eten, toch? Ja, je komt hier toch een beetje rondweg. Ja, je komt hier 10 kilo zwaarder vandaan. Nou ja, dat maakt niet uit. Toch? Nee, dat maakt helemaal niet uit. Tuurlijk maakt het uit. Nou... Doei. Oh ja, duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Abonneer op ons kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. En tot de volgende keer. Doei.